welkom bij deze aflevering van Stellage, waarin verschillende onderwerpen, onder andere sport, het wielrennen, de profronde van Tiel, hij is weer terug, daar gaan we over praten. We gaan nu eerst beginnen met muziek. Twee Tielse jongens praten met ons, heavy metal muziek, en ze gaan het schoppen tot appelpop, dat beloof ik u vast. Dit is Stellage, mijn naam is Servaas Jacobs. Leuk dat jullie er zijn. Twee mannen uit Tiel en twee mannen van de muziek. Dat spreekt iedereen aan, muziek. Heavy metal. Dan denk ik met mijn grijze haren aan Jimi Hendrix. Ben ik dan te ver terug? Vertel, ja. Zeg er eens iets van, Mike. Het begon bij Black Sabbath en Metallica. Maar niks? Het is, Jimi Hendrix was zeker een van de grondleggers van muziek. Alleen niet van onze stijl. Wij zijn... Van de iets hardere varianten van, zoals Michael zei, van Metallica, van Black Sabbath, van AC/DC. Dat zijn meer onze grondleggers geweest. En dat is een doorontwikkeling, zeg maar, die zich binnen de heavy metal muziek heeft afgespeeld. Ja. En daar zijn jullie een exponent van. En dat moet stevig zijn, begrijp ik van je. En dat is ruig. Ja. It is as seasons change. Hoe zijn jullie begonnen? Hoe lang bestaat die? De band bestaat sinds 2005. Ja? En in deze formatie bestaan wij nu goed een jaar. We hebben in 2007 met de oude formatie hebben we nog een album opgenomen. Dat heet Facing the Dragon. Uh-huh. En we zijn nu bezig met de opnames van ons tweede album. En dat is In the Veil of Night. En dat doe je met de nieuwe formatie? Ja. Dat doe je met de nieuwe formatie. Hoe heet trouwens de nieuwe formatie? Die heet ook Nymeria. Die heet Nymeria. Ja. En Nymeria, waar moet ik dan aan denken? Waar komt dat vandaan? Dat is niet uit de lucht komen vallen, of wel? Ja, min of meer wel. Toch wel. Vertel. Dat kan hij beter uitleggen. Ja, het is... Jaren geleden is er ooit een ster geweest aan de hemel. En die was zo fel. Die werd de Witte Tijger gedoopt in Nymeria. En daar komt onze bandnaam vandaan. Oké. Okay. Leuk. Omdat wij de band eigenlijk toch wel vergelijken met een tijger. De rauwheid, de sluwheid, maar ook de schoonheid van het dier. Okay. Jullie opleiding in de muziek, wat is die? Ik heb een halfjaartje les gehad op basgitaar en voor de rest ben ik gewoon mezelf aan het altijd in bands gespeeld en zelf mee doorgegaan. En jij, Manix? Ik ben zanger in de band, maar ik heb een toetsen onderlegde opleiding gevolgd. Ik heb jarenlang pianoles gehad, privé, en dat werpt nu nog steeds de vrucht af. Leuk. Jullie zijn met vijf man? Zes man. Zes man. Oké. Jullie zijn een cd aan het maken. Wanneer komt die uit? Die is eind van de lente is die klaar. Eind van de lente, dus ja, deze lente? Begin deze zomer. Dat is heel gauw. Dat is al heel gauw, inderdaad. En wanneer kunnen we naar jullie komen luisteren? Wij staan dit jaar op Appelpop. Daar hebben wij een plek kunnen claimen, zeg maar. Die hebben we gekregen door ons optreden wat wij hebben gegeven met de regionale bandwedstrijd De Paren van de Betuwe. Ja? Daar hebben wij kennelijk zo goed gespeeld dat ze dachten van die gasten moeten we hebben. Dus ze hebben gevraagd aan ons of dat wij dit jaar op Appelpop willen... Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Mensen uit Tiel op het podium met Appelpop. Hartstikke goed. Ik wens jullie heel veel succes. En wat is het doel als je bij Appelpop bent? Wat is altijd jullie doel, maar bij Appelpop? Zoveel mogelijk boekers binnentrekken.
Ja. En een dikke show geven. Een goede show geven. Ja, okay. We hebben een hele dikke show hebben gepland staan. Met van alles erop en eraan. Dus mensen moeten echt zeker komen kijken, want we gaan een heleboel gaan op z'n kop zetten. Wij spreken met jullie af dat we met StadsTV in ieder geval naar jullie komen kijken en dan maken we opname. Helemaal goed. Die afspraak staat. Succes, mannen. Aan tafel in deze stellage. En dan gaat het over de profronde van Tiel. Hij is er weer. Jan Lemmers en Wim van Rooyen, welkom allebei. Wim, fijn dat je komt vertellen over de profronde van Tiel. Je zult er ongetwijfeld trots op zijn dat hij er weer is. Ja, daar ben ik zeker trots op. We hebben er lang over nagedacht om het weer te doen. En we kregen eigenlijk een duw in de goede richting van onder andere de gemeente Tiel. En toen zijn we met een enthousiast comité begonnen. En die gaan er helemaal voor. Waar bestond die duw uit? Die duw die bestond uit toezeggingen van toch wel subsidie. En als we die toezegging, mondeling eigenlijk, die kregen we van de wethouders van hij moet er nog wel doorheen. Maar als we die niet gehad hadden en de duw in geld van de Rabobank, dan hadden we het zeker niet gedaan. En toen je dat duwtje van de gemeente in de rug had, dat was Jan, voor jullie het start zijn, zeg maar, onder extra tegenaan te gaan om die profronde weer terug te halen? Ja, het leeft enorm dus. Hè. Er is onder andere een enquête geweest in Tiel aangaande, dus de profronde. En er kwam uit dat er bijna 60% mensen dus het zeer positief vonden dat er weer een profronde terugkwam. En dat was voor ons ook natuurlijk de motivatie om dus extra tegenaan te gaan. Want het is uit het verleden is het gebleken dat de profronde van Tiel in de jaren 80 een groot succes is geweest, ook in de landelijke pers. En vandaar dat wij als Tiel en Ezen, maar ook echt een wielerhard, dat extra moesten promoten natuurlijk. Jaren 80 heb je het over, het is nu 2011, daar gaat het heel anders. Je moet aan sponsors zien te komen, de economie is nu weer anders dan toen. Helpen die sponsors ook om jullie weer verder te komen? En hoe kom je eraan? Is dat bellen, is dat lopen, is dat praten? Dat is heel veel praten, dat is de sponsormap sturen, dat is bellen, dat is bezoeken. Wij zijn dus, Wim en ik zijn dus wat dat betreft nogal lang vrij, omdat we gepensioneerd zijn. Hebben we heel veel tijd die we daarin kunnen steken. Normaal gesproken zou je dat niet kunnen. Maar we zijn dagelijks eigenlijk bezig om die profronde dus van de grond af te krijgen. Wim, aan hoeveel sponsors moet ik dan denken? Zijn er dat 10, zijn er dat 100 of zit er ergens tussen? Ik denk als wij 27 juli het boek dicht doen qua sponsoring, dan denk ik dat wij op een 110, 120 sponsoren zitten. En dat zijn bedragen van 25 tot 10.000 euro. En die heb je nodig voor dat hele weekend of heb je die alleen nodig om die profronde? Want uiteindelijk is het natuurlijk die profronde die trekt, hè? Ja, dat klopt. Maar dat geld hebben we nodig voor het hele weekend. En voor het hele weekend. Vergeet niet dat daar ook een dat wordt eigenlijk niet te veel onder de aandacht gebracht, maar dat wordt echt groots. Wij hebben op de zondag hebben wij een bijprogramma van Zuid-Amerikaanse muziek. Nou, dat wil je niet weten hoe mooi dat is. Je maakt er een festijn van. Wij maken er een festijn van een heel weekend. Ja. Even terug naar die wielrenners, hè, want dat heeft dan toch mijn speciale belangstelling. Als nou zo'n Robert Gesink, hè, als die het nou geweldig doet in de Tour, hè, kun je die dan krijgen? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou, er is een bureau die dus de zaken behartigt voor de wielrenners, voor de profrenners. Ja. En nou, vanaf de uitslag die hij dus rijdt in de Tour, staat er ook een bepaalde prijs voor. Nou, mocht je een beetje in de 25, 30 rijden, dan kunnen we wel contracteren. Maar mocht hij dus in de vierde, vijfde plek gaan komen, ja, dan wordt de prijs aanmerkelijk meer. En dan moeten we even kijken in onze begroting of dat past, of we dit kunnen gaan betalen, of het financieel ook verantwoord is. Dus wat je vast hebt liggen is eigenlijk in het weekend wat er allemaal aan programma komt. Je had het net ook al over de muziek, hè, die erbij komt, Zuid-Amerikaanse gebeuren. Ja. Dat heb je allemaal vast liggen. Ja. Ja. En de spanning die er nog op zit, heeft te maken met die profrenners. Dat klopt. Dat klopt, ja. De meeste profrenners worden ook gecontracteerd in de Tour. Maar we hebben altijd één geluk met de Tour, als de Hollanders goed rijden, dat diverse sponsoren ook weer in één keer de geest krijgen van verdomme, we moeten toch eigenlijk... Daar moeten we bij zijn. Moeten we bij zijn en we moeten toch een boom of we moeten een Gesink toch een deal zien te krijgen. En het meeste geld hebben we altijd in de Tour opgehaald. Dus ik hoop dat
dat nu ook zo is, dat ook gaat lukken. Dan krijgen we een goede ronde. Dan krijgen we echt een fantastische ronde. Ja. Nou, ik begrijp dat je de echte namen nog niet kan noemen, maar je gaat wel achter de top van Nederland aan, dat heb ik wel begrepen. Misschien kun je nog een paar leuke Belgen en een Duitser en een Fransman. Nou, kijk, wij gaan echt voor de top. Daar gaan we voor, want anders er zit zo onvoorstelbaar veel werk aan. Als je voor een tweederangs rondje moet gaan, daar beginnen we niet aan. Okay. Dus we hebben nu al Lars Boom hebben nu in elk geval gecontracteerd. Nou, dat is een gegeven gewoon, net als Brabant, dat levert wielrennen helemaal. En als we maar net hier net over die Waal heen komen voor ons, dus, nou, dat zal ook zeker wel komen naar het Brabantse. Dan hebben we onze eigen kandidaten hier. We hebben Traxel, we hebben dus Van IJzendoorn. Dus er zijn jongens die dus Traxel in Slanger, Van IJzendoorn die in opkomst is. Dus dat zal wel gaan. En hoeveel mensen komen erop af? Ik hoop dat er tussen de 10.000 en 20.000 mensen komen. Ja. Nou, dan zou je een fantastisch weekend hebben. Maar daar houden we het dus op. Maar mag ik nog heel even zeggen hoe het programma precies in elkaar zit? Want dat is wel van wezenlijk belang. We even dus, heel vlug, zaterdag. We hebben de zaterdag de toertochten, de gezinstochten, de bedrijfstochten. En dan hebben we dus de zaterdagavond hebben we dus home trainwedstrijden op het plein. En zondag vanaf 3 uur gaat het wielergebel door de binnenstad van Tiel. Dus ik moet niet alleen bij de profronde zijn, ik moet het hele weekend in Tiel. Het hele weekend in Tiel blijven. Het hele weekend 31 juli. Ja. Mannen, bedankt en veel succes. En ik reken toch op de top van de top van Nederland in Tiel. We doen ons uiterste best. Dankjewel. Dan nu de prijsvraag, zoals iedere week. We hebben weer een foto gemaakt, weer een Tiel, weer hebben we hem vervormd. Aan u is het om de oplossing in te sturen aan prijsvraag@stadstvtiel.nl. En dan nu de oplossing van verleden week. Wilt u meepraten met ons programma via Twitter? #StadsTV. Wilt u dit programma nog een keer terugzien in HD-kwaliteit? Dat kan. www.youtube.com/stadstv. Tot zover deze uitzending van Stellage. Mijn naam is Servaas Jacobs. Volgende week ben ik weer bij u met een nieuw programma, nieuwe gasten en nieuwe onderwerpen. Graag tot dan.